Ik wil het graag met jullie hebben over het personal dashboard. Geïnspireerd door dingen die al eerder gezegd zijn door Niels en Ellen, maar ook Ralf, niet je hersens de hele tijd moeten gebruiken. Maar ook wel om te kijken van hoe kunnen we nou al die mooie tips die op lifehacking staan, hoe zou je die nou slim kunnen combineren? En ik denk dat kan met het concept van het personal dashboard. Ik wil het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Dat is een papieren voorbeeld, wat we een keer hebben geïmplementeerd bij een ministerie. Maar je kan het ook elektronisch doen. Maar wat is nou precies zo'n personal dashboard? Heeft iemand al enig idee wat daaronder verstaat? Wie heeft er al eens gewerkt met een personal dashboard? Oké, Jet? Ben? Oké, een aantal mensen hebben meegewerkt. En wat is het volgens jou, Jet? Nou ja, ik gebruik het als een soort dashboard waarin ik alle dingen die ik vaak nodig heb in een mindmap vorm heb neergezet. Met links, hè, dus administratie, ziektekostenverzekering, LinkedIn. Ja, eigenlijk alle dingen die ik vaak gebruik. Alle dingen die je vaak gebruikt. Ben, doe jij dat ook? Privé en zaken. Oké. Nou, dat is zit ook voor mij. En ook ja, een van de dingen die we hebben gemerkt, ook vandaag, waar we het steeds over hebben, het zijn niet alleen systeempjes, het zijn ook niet alleen methodiekjes en het zijn ook niet alleen toeltjes waar we mee werken. Een heel groot deel zit natuurlijk gewoon in onszelf. Wat te maken heeft met discipline, focus, motivatie. Een van de interessante boeken daarover die ik heb gelezen, hebben we een mindmap van gemaakt, die hangt daar links achter. Dat is een boekje van Rita Emmet, het heet het Procrastinators Handboek. Wie kent dat? Het handboek voor de uitstellers. Dat is natuurlijk gewoon gedrag. Het is een heel leuk boek wat ik kan aanraden. Er hangt een uittreksel daar links, die kan je ook krijgen. Dus je hoeft het boek dan niet te kopen, heb je de mindmap uittreksel. Maar het is natuurlijk voor een heel groot deel is het gedrag. En als we teruggaan naar die centrale plek waar Jet het al over heeft, dat dashboard, wat Ben ook gebruikt, waar je alles kan vinden, is een van de elementen die daarin zit, is links naar allerlei bronnen. We hebben tegenwoordig ook in ons digitale leven hebben we zo ontzettend veel plekken waar we kijken op internet. Ik weet niet hoeveel links heb jij gemiddeld waar je naar kijkt op een dag? Dus en je Facebook en je e-mail en alles waar je maar... Oké, nou hoeveel ongeveer? 30, 40? Mensen met meer links waar ze naar kijken? Hoeveel? Barry? 100? 100? Meer dan 100? Een van de dingen die in dat personal dashboard een functie heeft, is het bij elkaar houden van al je bronnen. Maar niet meer, zoals Martijn Aslander ook zegt, van het zoeken naar dingen, maar ook zorgen dat de RSS-feeds binnenlopen. Daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Maar ik wil even over het doel hebben van het personal dashboard voor mij dan. Dan ga ik hem niet te snel zeggen, anders kan Alexis het niet bijhouden. Die typt niet zo snel, heb je natuurlijk al gezien. Dat is meer de juiste dingen doen. Meer de juiste dingen doen. In minder tijd, dus ik kijk ook even nu naar Niels, meer de juiste dingen doen in minder tijd, met meer plezier en resultaat vanuit rust en balans. Ja? Waarom vind jij hem top? Alles wat je wilt in het leven. Alles wat je wil in het leven. Wie denkt daar anders over? Nou, ik zal hem even uitleggen. Er zitten natuurlijk een paar dingetjes in die misschien niet gelijk iets oproepen, maar voor mij is een hele belangrijke die al hier verschillende keren in bots gekomen is, de juiste dingen doen. Wanneer weet je nou of je de juiste dingen doet? Dat heeft natuurlijk te maken met keuzes maken. Dat heeft te maken met keuzes die je al gemaakt hebt. Je hebt misschien al kinderen, of je doet al een studie die je wil afmaken, en je hebt al werk, noem maar op. Dus een van de elementen zit natuurlijk helemaal aan de voorkant van, ik heb ook, misschien hebben jullie wel eens iets gelezen over van de Gallup Organization, over hoeveel mensen nou in de westerse wereld eigenlijk elke dag bezig zijn met de dingen waar ze goed in zijn. Hebben jullie enig idee? Er is een onderzoek geweest onder 2 miljoen mensen in de westerse wereld. En hebben ze gewoon gevraagd, doe jij nou elke dag dat waar jij goed in bent, waar jouw talenten liggen, waar je sterkte zijn? Heeft iemand enig idee hoeveel mensen daar ja op zeggen? 18%. 72% niet. Dus moet je voorstellen, in al die bedrijven en al die organisaties waar wij mee werken te maken hebben, daar zitten gewoon voor het grootste deel de mensen niet te doen waar ze goed in zijn.
82, ja, sorry. Dus hoe zou je dat nou kunnen omdraaien? Nou, volgens die Gallup-organisatie, een van de onderzoekers, Marcus Buckingham, heeft een boekje geschreven daarover, het heet Ontdek je sterkte. Dat kun je gewoon kopen. Het was volgens mij 1250 bol.com, heel lang in de top 10 of op de nummer 1 zelfs. Er staat een code op de binnenflap, kan je intikken op een website en dan krijg je je 5 sterktegebieden. Heel interessant. En wat ze ook zeggen, dat is eigenlijk in lijn met heel veel van dat soort bewegingen, zelfs terug naar de Taoïsten van je ongekerfde houtblok. Zorg ervoor dat je ontdekt bij jezelf, wat is nou echt waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt, waar je goed in bent, wat zijn je talentgebieden. Dus als je helemaal terug gaat naar Personal Dashboard, hoort het eigenlijk daar te beginnen. Wat ik even wil doen, is even een voorbeeldje laten zien van een Personal Dashboard. Om eens te kijken of wat voor element jullie daarin herkennen. Het ongekerfde houtblok. Misschien kan je hem eens even op het scherm zetten. Als je wil mag je ook even opstaan, even een beetje naar voren komen. Er zitten een paar kleine stukjes in, maar ik ga het gewoon uitleggen. De belangrijkste filosofie die erachter zit, die tref je ook hier links aan. Think, decide, do, learn. Misschien komt het bekend voor, of niet? Ja, Deming, plan, do, act, check. Er zit een leermechanisme in. Dus je denkt na over dingen. Je denkt na over, wat zijn dan die rollen in mijn leven? Wat zijn dan die keuzes die ik al gemaakt heb? Je neemt de hele dag door beslissingen. Maar er zit een pauze tussen actie en reactie. Sommige mensen zeggen, daar ligt de vrijheid. Benut hem dan ook. Ga dan niet zo, hè, 's ochtends, je kent wel misschien de collega's die beginnen met hun inbox en dan gaan ze gewoon achter elkaar e-mail zitten beantwoorden. En in één keer is het 3 uur, 4 uur. En dan is de dag weer voorbij. Dus er zit een pauze tussen actie en reactie. En een belangrijk deel in een van die elementen van dat Personal Dashboard is Covey. Met zijn weekly roster, dus de weekplanning. Dat is getting things done of de Eisenhower eigenlijk als je helemaal terug naar het begin. Dit is dan een flowchart van Eisenhower. Dus belangrijk dringend, niet belangrijk, niet dringend. Wie kent Eisenhower, die 4 kwadranten? Welk kwadrant hoor je eigenlijk te werken? Kwadrant 2, hè? Waar zitten de meeste mensen te werken? 3 of 1 of 4? He, heel veel mensen in 1, dringend en belangrijk, maar dat zijn de brandjesblussers. Kwadrant 2 is het kwadrant van de planning, van de voorbereiding. Nadenken over wat je wil gaan doen en prioriteiten stellen. Nou, wat een aantal deskundigen zeggen is van, als je iets naar beneden gaat in het scherm, dat blauwe boekje kennen jullie waarschijnlijk ook wel als elementen. Heb je dit wel eens gezien in de boekhandel? Enig idee hoe het heet? To-do list. Daar staat je agenda aan de ene kant en op de andere bladzijde staat wat je die dag allemaal moet doen. Maar het heeft een horizon van 1 dag. En wat Covey zegt is, kijk nou naar op zijn minst een hele week of een aantal weken. Want op het moment dat jij zegt, ik wil bijvoorbeeld een marathon lopen binnen een bepaalde tijd, of een halve marathon binnen 2 uur, dat ga je niet morgen doen, dat moet je plannen in de tijd. Nou, zo hebben we allemaal die grote stenen van Covey, die grotere taken, een goede school vinden voor je kinderen, of een marathon, of noem maar op, dat zijn die grote, die kan je niet in een dag doen en niet in een week, die moet je plannen. Dus natuurlijk willen we onze hersenen zo min mogelijk gebruiken, maar we moeten wel eens een keer een work breakdown maken van dat doel. Je vindt niet zomaar een goede school voor je kinderen, om maar een voorbeeld te noemen. Zelfs een feestje organiseren zoals dit, doe je niet in een dagje. Vraag maar aan Patty. Hoe goed je kan improviseren dan ook. Dus er zitten een paar elementen. Je hebt natuurlijk een to-do-lijst. Nou, heel veel deskundigen zeggen, zorg er nou voor dat je er 1 hebt. Zet hem anders in de cloud, maar niet en in je agenda, en op je telefoon, en post-its op je scherm, en noem maar op. Probeer naar 1 to-do-lijst. Covey zegt, dat is niet genoeg. Je moet ook nadenken over de rollen die je hebt in je leven. Per rol maak je keuzes. Dan heb je doelen. En die doelen kan je opbreken naar weken, maar ook naar vandaag. Wat is je doel voor vandaag? Die zet je gewoon in je agenda. Nou, je weet hoe lang je hier kan zijn en wat je wil bereiken. Dus er is een interactie tussen het nadenken, beslissingen nemen en het doen. Aan de rechterkant van het Personal Dashboard zie je de interactie. Dus ik kijk even naar Frank en Patrick. Jullie hadden een vraag daarover, of niet? Hadden jullie nog een vraag daarover, over dat stuk? Over andere systemen, oké. Ik ben heel erg benieuwd zo meteen het vragenrondje. Dus wat je ziet aan de rechterkant is, als je hem even helemaal kan uitvergroten,
is een element van korte termijn, van nadenken over wat ga ik vandaag doen. Dat interacteert met die weken, met waar je keuzes hebt gemaakt. Dus het vertalen van rollen naar doelen en dan gewoon naar ook wat ga je deze week dan doen. Maar er komen de hele dag door komen er dingen binnen. Voor, via de sociale media, sms, mensen lopen je kamer in, je wordt gebeld en noem maar op. Dus elke dag ben je bezig met die beslissingen nemen. En nou zegt bijvoorbeeld iemand als Kofi, doe dat nou vanuit een aantal principes ook, vanuit een aantal waarden. Dus nog voor die rollen liggen zelfs een aantal waarden. En als je kijkt naar de Verenigde Naties, die sponsoren een project, dat heet het Virtues Project. Het heet in Nederlands is dat het deugdenproject.nl. Als je daar gaat kijken, dan heb je het over keuzes die je maakt in je leven. Als dat je eerlijk wil zijn, of dat je nederig wil zijn, of dat je vriendelijk wil zijn. En dat zijn een aantal principes die je in je leven kiest. En daarvan zegt bijvoorbeeld iemand als Kofi, maar ook die mensen van het deugdenproject. Dat zit zelfs nog voor die rollen, want je hebt daar op een gegeven moment kies je daarvoor. En dat weegt mee in elke beslissing als je het goed doet, elke beslissing die je maakt, elke dag weer. Nou, hoe houd je dat nou allemaal bij? Dit interacteert, dus think decide, maar je bent natuurlijk ook steeds dingen aan het doen. Je doet projecten. Dus wat je hier ziet is een breakdown, een voorbeeldje, een template van hoe je een project kan aanvangen. Je hebt de context van het project, je hebt misschien een business case, je kan daar Prince 2 voor gebruiken. Er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden. Maar uiteindelijk komt het op hetzelfde. Je hebt een event, hoe wil je dat de mensen aan het einde van de dag weglopen? Je hebt een doel. Nou, daar ga je een breakdown van maken en dan weet je wat je mijlpalen zijn. Dus voor projecten kunnen we allemaal wel zoiets maken. En mindmaps lenen zich natuurlijk erg goed voor het maken van die breakdowns. Maar ook in processen, groene takje. Je hebt ook je administratie, je hebt misschien je marketing, je hebt je management. Ook daar kun je natuurlijk mijlpalen in kiezen. Wil je dat goed kunnen beheersen, dan zou je kunnen kiezen voor, van nou, ik doe de administratie, maar ik kan ook zeggen, ik wil het laatste kwartaal afsluiten voor een bepaalde datum, heb je een mijlpaal te pakken. Dus ook daar kun je dingen wat duidelijker maken door te zeggen van nou, ik kies daar ook bepaalde punten in de tijd die ik ga proberen te halen, die ik ga managen. Nou, dan komen we op het stukje waar Jet het ook heeft. Je hebt allerlei bronnen. In dit voorbeeld zie je ook van het ministerie Rijksweb, DigiDoc, sociale media. Maar ook bronnen die je mindmap in kunnen lopen als je hem elektronisch maakt. RSS-feeds. Dan heb je natuurlijk de hele week door ideeën. En je kijkt wat heb ik geleerd. En dan kom je op die feedback loop. Want dat gebruik je natuurlijk weer aan de kant van het nadenken. Als het goed is leer je van je fouten. Leer je van dingen hoe je een evenement maakt. Dan kan je een mooie lijst delen met andere mensen zoals Patty dat heeft gedaan. En dat kan je dan weer inbrengen. Ga je het opnieuw proberen op een andere manier. Dus als je naar het hele schema kijkt weer naar het... alle elementen die erin zitten, is dit iets wat niet een, ja, dit is nog niet eens een richtlijn. Dit kan je voor jezelf gaan invullen. De een zal dit invullen voor een deel met Evernote, misschien met Alfred. Er zijn allerlei zaken die je hierin kan toepassen om meer de juiste dingen te doen in minder tijd bijvoorbeeld. Maar wil je dat ook in balans doen, dan moet je ook een keer stilstaan bij wat wil je nou eigenlijk gaan bereiken in je leven. Welke keuzes maak je, welke waarden liggen daarachter? Dat uitdenken, beslissingen nemen, elke keer weer kijken wat ga ik dan vandaag doen, maar ook in de tijd. Dan breakdowns maken, je processen ook managen en zorgen dat je de goede bronnen hebt. Je ideeën vastleggen, daar weer van leren en dat weer. Dat itereert. Dat is het concept. Dankjewel. Dat was natuurlijk een signaal dat ik nu moet stoppen. Dat zijn de belangrijkste componenten van een personal dashboard. Dus ik ga even terug naar de mindmap. Nou komt natuurlijk het interessante deel. Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Wat vinden jullie van dat idee van dat personal dashboard? Mensen die hem nog niet gebruiken even. Patty. Dat mag ook. Ja, dat is goed. Ja. Waar ik zelf wel voor ben, en daar hadden wij het net ook even over, van dat er soms gewoon te veel gepraat en te veel gedacht. En ik merk dat mijn eigen loop anders begint. De think komt bij mij achteraan. En ik vind het ook wel interessant dat als meer mensen zich daarmee bezighouden, veel mensen blijven gewoon in het denken vasthangen. En gaan uiteindelijk dus niet meer beslissen en doen. En dat vaak gewoon beter is, weet je, beslis gewoon, kies gewoon iets en ga gewoon doen. En dan vanzelf leer je wel weer. En dan kun je gaan nadenken, is dit wat ik wil, wil ik hiermee verder? Oké, dus Patty zegt van gewoon doen. En dan kijk je er wel naar, dus wel een stukje reflectie. En ga dan weer verder en gaan weer aan de gang. Dus niet te belang blijven hangen in het denken. Oké, iemand anders? De versie die je net liet zien, is het iets wat jij voor jou, wat je echt elke dag
waar je de dag mee start, wat je opent en waar je mee begint? Ja, Frank die zegt, is dit voor mij iets wat ik elke dag gebruik? Ja, ik gebruik het elke dag. Waar ik de dag mee begin, waarmee ik open? Ja, ik gebruik een aantal dingen die je ook op lifehacking vindt. Ik heb last van ambitie, zeg maar. Dus ik wil gewoon veel dingen op een dag doen. Nou, een van de dingen die ik heb geleerd is, als je heel veel dingen op een dag wil doen, dat je jezelf altijd teleurstelt. Want je denkt dan dat je heel veel dingen kan doen en dan red je dat gewoon niet. En dan kan je natuurlijk denken van, gadverdamme, ik heb het niet gered. Maar als je ziet op lifehacking is ook bijvoorbeeld een van de tips, is van neem jezelf nou eens voor dat je vandaag maar aan twee dingen kan werken. Dus even terug een stapje, dat bewustzijn waar al eerder over gesproken is, van wat is dat dan? Waar zou je dan aan willen werken vandaag, als het maar twee dingen zouden kunnen zijn? Dat helpt om te focussen. Dat helpt om te richten. En dan is de rest nice to do's. Niet must do's, nice to do's. Dus die schrijf je ook wel op. Maar zorg nou eerst dat die twee dingen, vanuit bijvoorbeeld zo'n weekplanning, dat je die in ieder geval doet. Want dat geeft rust. Dan denk je, lekker, dat heb ik gedaan. En ik heb trouwens ook nog een paar andere dingen gedaan. Dus een van de eerste dingen die ik doe is kijk van, wat moet ik nou echt doen vandaag? Nou, dat vind ik moeilijk als ik niet verder heb gekeken. Dus ik moet wel even nadenken over wat wil ik bereiken. Ja, ik wil die halve marathon lopen, die CPC, zo meteen in maart. Ja, dan moet ik toch nog wel weer 3 keer gaan lopen deze week. Dus het is ook wel even vandaag kijken, maar ook hoe past het in het geheel. Dan helpt het als je een personal dashboard hebt. Maar het helpt mij vooral ook dat ik het niet alleen nog maar in mijn hoofd doe, maar dat ik het ook wel virtueel doe. Dus ik heb hem in een mindmap, heb ik hem virtueel in de cloud. Ik kan er altijd bij, ik kan altijd kijken. Ik kan altijd work breakdowns maken met mindmaps. Maar ik heb heel veel taken heb ik in de cloud staan. En dan gebruik ik een tool voor, dat heet Kanban. Daar heb je misschien ook wel een post op gezien op lifehacking. Omdat ik ontzettend veel samenwerk met mensen, is het voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk dat ik niet wacht op een vergadering om te horen dat jij je taak hebt gedaan zodat ik verder kan. Maar ik wil het gewoon op mijn telefoon kunnen zien. Op het moment dat jij je taak hebt gedaan, dat ik zie van oké, ik kan verder met dat onderdeel. Nou, en omdat ik met meerdere mensen in projecten werk, hebben wij een soort teamkanban, waarin we niet hoeven te wachten op een vergadering om te zien of iemand al klaar is met iets. Dus we kunnen het gelijk zien en gelijk doorgaan. Dus de vergadering gaat eigenlijk door tijdens de hele week. Is dat een antwoord op jouw vraag? Nog andere vragen over dat personal dashboard? Ja? Ja, dit waar je nu naar kijkt is volgens mij Alex die een mindmap aan het maken is van dit verhaal. Maar wat je net zag, Evelien, dat is het concept wat ik gebruik achter mijn elektronische dashboard. Er zijn ook mensen die dit gewoon als een soort reminder neerleggen op een bureau. Van, ik moet ook nadenken dat ik die langere termijn doelen en niet alleen alles op één dag, et cetera. Maar ik heb hier dit inmiddels vertaald naar een elektronisch dashboard. En ik geef er ook webinars over. Er zijn 4 webinars van hoe kan je dit gebruiken. Dat is voor jullie is dat gratis. Dus als je het leuk vindt, dan kan je aanhaken. En dan leg ik het in 4 keer 50 minuten ook echt uit hoe je hem elektronisch kan gebruiken. En de eerste gaat echt over dit concept. Maar het is dit concept vertaald naar een elektronisch dashboard. Als mensen er al mee werken en het leuk vinden om te kijken hoe die van mij eruit ziet, kan je hem ook gewoon downloaden op de site. En dan kan je hem misschien gebruiken om die van jou verder te fine-tunen. Die is ook elektronisch. Die staat op academyofminds.com. Ben? Iets soortgelijks gemaakt in Excel. Ja. Ook vanuit de COVID-principes en Getting Things Done. En ik moet me aansluiten bij Patty. Dat het kost me ongeveer 3 uur per dag om het bij te houden alleen al. Ja. En dat is op een gegeven moment voor mij de motivatie geweest om ermee te stoppen. En te zeggen van nou, dan maar alleen Getting Things Done. Dus hoe los je dat, zeg maar, heb je daar tips of ervaringen mee? Van hoe voorkom je dat je verzandt in het administratieve gedeelte? Oké, dus wat Ben hier vraagt is van hoe voorkom je dat je verzandt in het administratieve gedeelte? Ja, dit is iets wat meer mensen hebben gevraagd. Het hoeft niet zo heel veel administratie te kosten. Het hangt er een beetje vanaf hoe je het aanvliegt. Ik merk dat in de praktijk mensen het op 2 manieren aanvliegen. Het opzetten van een personal dashboard. De ene manier is gewoon je hoofd leegmaken, dumpen en eens kijken wat er allemaal in dat hoofd zit. En dat gewoon eens gaan structureren. En dan is een mindmap is eigenlijk een betere aanpak dan een Excel-sheet. Want je hebt gewoon een heel vrij wit vel. Je kan schuiven en clusteren en dingen. Zeggen van nou, dat is privé, dat is werk. Binnen het werk heb je misschien rollen, formele rollen. Maar misschien ben je ook wel degene die altijd het bedrijfsuitje regelt. Of als er iemand jarig is, een stukje taart. Dus je krijgt dan inzicht in wat je eigenlijk allemaal al doet. Dat is een soort bottom-up aanpak. Dat is eigenlijk al je taken gewoon dumpen en kijken hoe hangt dat met elkaar samen. Dat is één manier.
andere manier die ik ook vaak merk, is dat mensen het juist top-down aanvliegen. En die beginnen heel erg met die rollen die ze nu hebben in hun leven en die doelen. Ik wil een boek schrijven. Ik wil een halve marathon lopen. Ik wil een diploma halen. Ik wil een taal leren. Ik wil goed worden in mijn vak als projectmanager. En ik ga van daaruit de breakdown maken. Als je dat stuk, dat denkstuk eenmaal hebt gemaakt, dan is eigenlijk, in een mindmap is dat een ideale vorm dat het heel vrij is. Beter dan Excel, kost je ook minder tijd. Nou, wat ik doe is die bottom of die top-down aanpak. De taken echt op het niveau van taken ga ik niet meer bijhouden met personal dashboard. Dat doe ik echt in een andere tool. Het kan in Wunderlist, dat kan in, kan je, ja, er zijn zelf Remember the Milk. Ik doe het in de Kanban, omdat ik heel veel taken moet delen. Dus ik zocht echt naar een platform wat ik zowel op mijn tablet, PC, desktop, telefoon allemaal kan gebruiken. En waar iedereen waar ik mee werk, of ze nou Macs hebben of Windows computers, gewoon kunnen delen. Geen probleem. Andere vragen? Ja, Patty. Ik heb nog wel een tip, want je begon ermee dat een heleboel mensen dus niet doen wat ze eigenlijk willen of wat ze leuk vinden, niet met hun passie bezig zijn. Voor sommige mensen, net als ik vind heel veel verschillende dingen leuk. En dan is het heel moeilijk kiezen van wat vind ik nou eigenlijk leuk. En ik ben dus nu sinds 2,5 jaar ga ik uit van het principe van minimaliseren. Dus ik voel bijvoorbeeld wel heel snel aan wat ik niet leuk vind. En zodra je dat merkt, kun je daarover gaan nadenken van, hey, is het iets wat ik wel wil doen? Is het iets wat überhaupt gedaan moet worden? Of kan iemand anders dat gaan doen? Of laat ik het gewoon helemaal weg? En zodra je de niet leuke dingen weg gaat laten, blijf vanzelf over wat je wel leuk vindt. Dus het is even zeg maar een andere manier om te kijken van, wat vind ik leuk? Ja, dus eigenlijk zeg je, je moet eigenlijk veel meer naar je gevoel dan, als je naar dingen kijkt. Van, wat vind ik echt leuk? Ja, nou dat ben ik helemaal met je eens. En dat vind ik ook soms erg moeilijk, want ik heb ook... Ik vind heel veel dingen leuk, dus ik ben ontzettend veel dingen geïnteresseerd. En dat is ook best wel een handicap soms. Want daardoor kun je gewoon heel veel dingen willen. En sommige dingen moet je misschien helemaal niet willen. Dus dat scheelt al. Ik heb wel een keer iets heel leuks geleerd. Dat is een zinnetje. Misschien kan Alex hem even intikken. Dat zinnetje is waarom, dat is misschien ook een leuke voor Martin. Waarom moet ik dit nu lezen? Dat is een dingetje wat we gebruiken ook met snel lezen. Als je kijkt naar het zinnetje, is heel interessant, want elk woordje wat hierin staat, daar kan je eens even over nadenken. Van waarom, hè, dan kom je ook bij het gevoel, is eigenlijk wel, hè, wat voor betekenis heeft dit voor mij? Is dit echt iets wat ik wil? Waarom? En moet dat dan? En moet ik dat dan? Of zou ik dat aan iemand anders kunnen vragen? En dan kom je bij strategisch lui. Kan dat ook misschien aan iemand anders kan dat voor mij doen? Waarom, hè, dus waarom, eigenlijk is het waarom is een aparte tak, Alexis. Moed is een aparte tak. Ik is een aparte tak. Dit, want is dit wel de beste bron? Ik kan wel naar een artikel gaan kijken om iets te weten over Getting Things Done, maar er zijn er heel veel. Wat is nou de beste bron? Ik kan heel veel tijd verliezen door al met verschillende bronnen te gaan zitten. Hetzelfde kan je eigenlijk dit doen. Hè, dus in plaats van lezen, kan je ook zeggen doen. Kijk, bij lezen is het van, ja, moet ik het scannen? Moet ik het lezen? Heb ik morgen repetitie erover? Moet ik een spreekbeurt overhouden? Of zoek ik nog iets voor mijn artikel? Maar bij doen kan je ook dat soort vragen stellen. Dus, hè, en dan speelt het gevoel natuurlijk ook een belangrijke rol. Dat is een beetje een antwoord op jouw vraag. Kan je daar wat aan... Ja? Oké, wie heeft er nog een andere opmerking, vraag, laatste? Oké, dus Ben zegt, waarom doen wij het? Het is dan uiteindelijk het doel, ja? Het product, het resultaat wat je naschrijft. Niels? Ja, klein beetje inhakend op Ben die een opmerking maakt over Getting Things Done. Volgens mij zit alles van dit, als je het goed doet in ieder geval, ook gewoon in Getting Things Done. Alleen dan vooral één keer per week. En de rest van de week denk je niet meer na, want je vertrouwt je systeem. Dus ik denk dat jij een klein beetje dubbel op bezig was. Daarom leek het veel. Oké, ik geloof dat we hier in de pauze nog een interessant gesprek over kunnen hebben. Ik geef de microfoon weer even terug aan Frank. Oké, applaus voor Jerp.